De eerste reactie op mijn outfit. Yahoo! Oh my! Ik geef Thijs 10 minuten de tijd om deze thumbnail te maken. Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en je vraagt je vast af waarom ik hier met een t-shirtje in de tuin sta terwijl het slecht weer is en het zo net nog even heeft geregend. Nou, ik kan jullie vertellen, een uurtje geleden, toen zat ik echt met een heerlijk zonnetje daar in de studio met het kozijn open en te genieten van alle vogeltjes die weer lekker aan het fluiten waren. En gewoon lekker de zon zo half op mijn schedel. En toen zat ik even in een call voor knolpower.nl. Dus daar heb ik een uur lang even in gesprek gezeten, wat dingetjes doorgenomen. De website wordt zo smooth, zo clean, zo nice, georganiseerd. Het is echt heel erg nice. Binnenkort maak ik een datum bekend waarop de knolpower.nl website online komt. Eindelijk, ik weet het. We hebben er allemaal ons best voor gedaan. En jullie hebben allemaal heel veel geduld gehad, dus dankjewel daarvoor. Eventjes over de garage. Ik ga jullie meteen meenemen, want hier staat Leroy. En Leroy is van Dutch Dream Garage. Yes. En hij heeft een hele vette installatie die hij kan regelen voor de garage. En wij gaan jullie eventjes meenemen. We hebben stiekem al eventjes hier binnen gekeken, omdat ja, we wilden natuurlijk wel eventjes aan jullie iets laten zien en meteen iets kunnen vertellen wat een goed verhaal is en wat gewoon gaat passen. Want stel voor het was niet gelukt, dan konden we het niet door laten gaan. Maar dit is wel echt heel erg vet. Ik heb dit wel vaker voorbij zien komen op Instagram, op TikTok. En ik had sowieso al voordat Marvin en ik hier gingen wonen, had ik al zoiets van ja, als de garage er komt, dan is dit sowieso iets wat geïnstalleerd moet worden. En we hebben de lichten hier in de woonkamer al eventjes in het stroom zitten. Hey, goedemorgen Nunu. Die is weer lekker aan het stofzuigen en aan het dweilen. Maar kijk, hier hebben we de lichtinstallatie. En ja, dit is wat Leroy levert. Dus je ziet hier een hexagon. Die heeft hij even aan het stroom gezet. En dit is eigenlijk de omlijsting van die hexagon, toch? Ja, dit is de omlijsting. Die gaat eromheen. En dan komt het eigenlijk zo ernaast. Super vet. Dus dit is een kleine hexagon. Je hebt nog grotere. Groter is evenveel mogelijk. Je kan zo gek maken als je wil. En ook, heb je ook andere vormen of is het eigenlijk altijd hexagon? Eigenlijk altijd hexagon, ja. Maar we kunnen wel, we hebben laatst iets geks gedaan, we hebben verschillende formaten en wat was het? Gewoon driehoeken en rondjes, cirkels. Ja precies, nou niet cirkels, als je zit met dit, maar wel iets geks hebben we gedaan, ja. Dit gaat sowieso een super vet effect geven in de garage, ik ben er echt mega hyped voor. Dus wat we nu even gaan doen, want Leroy en ik willen het super graag eventjes zien qua verlichting in de garage. Dus ik ga hier even de haspel pakken en dan gaan we deze even in de stroom doen hier. Kijken, deze is volgens mij wel genoeg. Ja, 25 meter, gaat sowieso lukken. Dus die gaan we hier even in de stroom knallen en dan gaan we even naar de garage wat stroom brengen. Nou, ondertussen parkeert Nunu achteruit eventjes in zijn eigen garage. Blijft zo vet dit. Echt gruwelijk. Oké. Neem jij de lichten maar mee. Neem ik die haspel wel mee. Dan gaan we. Ja, dit wordt wel echt heel vet. Want die garage is gewoon heel... Kijk, dit bedoel ik met het weer dus. Het is nu gewoon in één keer volledig met zon erbij heerlijk weer. Nou, neem even die haspel mee. Nou, daar zijn we. Ja, gruwelijk. Dus voor jullie kijkers, als je dit ophangt op het plafond, dan heb je gewoon echt een super vette look. 100%. Boom. Ja, dit is keihard. Ja. Dit is echt heel erg vet. En waar Leroy en ik het over hadden, hier komt de auto van Meijer te staan. En het grote verlenggedeelte naar achter, daar komt mijn auto te staan, omdat die wat breder en wat langer is. Dus dan heb ik ietsjes meer ruimte. Want als ik jullie meeneem naar hier, dan zie je dat hier een trap naar beneden is. Dus de auto kan maar tot en met hier staan, zeg maar. Dus de auto van mij is ietsjes kleiner, minder lang. Dus die kan hier perfect staan. Ja, en wat dan de bedoeling is, Leroy, daar hadden we het net even over. Zijn dus twee van die panelen hierboven. Twee volledige systemen hier zo, gecentreerd in het hart. Dat het de Porsche uit ligt. En hier zo de lampen, denk ik, hè? Ja, goed plan. Ja, toch? En dan precies hier tussenin, dus je ziet hier zeg maar de reling van de garagedeur. En je ziet hier in het midden, zie je zeg maar van het apparaat. Dus dan doen we het precies hier zo tussen. En dan van hier naar daar. En dan daar precies hetzelfde, zodat deze twee identiek aan elkaar zijn en goed gecentreerd zijn. En dan, ja, uiteindelijk, de hexagon komt dat niet alleen hier naast elkaar. Maar omdat hier ook een auto komt te staan met motoren, ja, vroeg ik net aan Leroy van hoe super dik zou het zijn. En, oh ja, ik ga trouwens nog even alles overleggen met Myron. Oh ja. Want wij zijn er eigenlijk al over uit, maar ik heb nog niks overleggen met Myron. Die is even naar de fysio. Maar Leroy en ik in ieder geval.
geval, die leek het een super vet idee om deze ruimte dan apart te trekken van die twee. Dus je hebt daar twee rechthoeken en dan hier heb je gewoon zeg maar een vierkant met ook allemaal hexagons, maar dan is dit gewoon een, ja, het is zeg maar een andere afdeling van de garage. Ja, gewoon helemaal vol. Ja. Dus dit komt dan helemaal vol te hangen met verlichting, hoop ik, dat Marjan dat ook oké vindt. En ja, heb jij een paar voorbeelden die ik aan de kijkers kan laten zien? Ja. Oké, okay, nice. Nou, dan krijgen jullie nu hier een voorbeeld te zien. Dit is van een van de garages die, die Leroy gefixt heeft. En zo zie je hier nogal wat meer voorbeelden en afbeeldingen van ja, hoe het eruit ziet in een garage. Gruwelijk, super gruwelijk. Als jullie tips hebben, als jullie het niet met me eens zijn, laat het dan weten in de reacties. Als jullie opmerkingen hebben, ik wil jullie er altijd bij betrekken. Dus als jullie nog andere vette ideeën hebben voor de garage of iets met van verlichting tips, dan laat het vooral weten. Maar dit lijkt mij in ieder geval een fantastisch plan. En ja, ik ga dit zo snel mogelijk met Marjan even overleggen. Dit is het idee, dames en heren. Dat is echt heel erg dik. Dus dan begint het zeg maar vanaf... Vanaf hier. Ja. Dus dan komen er zeg maar drie hexagons naast elkaar. Ja. En dan door naar achter en naar de zijkant. Ja, helemaal. Mooi, joh, dit ziet er ook op film. Ziet het er zo vet uit dan. Holy shit. Ja, oh ja, je ziet het gelijk, hè. Ja, gruwelijk. Echt gruwelijk. Dat zijn eigenlijk allemaal super mooie luxe ringlampen. Zoals je wel eens op die TikTok livestream ziet en zo, dat mensen van zo'n ringlamp hebben. Ja, precies. Gruwelijk. Lijkt mij in ieder geval heel erg vet. Zo, dames en heren. Leroy die is weg. En de studio gaat dus binnenkort echt vorm krijgen. Hij heeft al vorm, maar van de binnenkant ziet het er nog niet uit. Dus dat wordt verder allemaal afgemaakt. Maar de voorkant wordt afgemaakt, de binnenkant wordt afgemaakt. En dat wordt echt super dik. Dus Leroy is er vandoor. Die is even wat dingen aan het uitwerken. Daar houden we nog contact over. Ik ga er nu zelf ook vandoor. Ik neem jullie mee naar een volgende afspraak. En die afspraak is samen met Myron. Dus zij heeft net fysio gehad en zij vertrekt vanuit de fysio naar die afspraak. En ik vertrek vanuit huis naar die afspraak. Ik heb eventjes twee crackers gemaakt met chocopasta. Mijn favoriet. Oh, een dag geen chocopasta is een dag niet geleefd. Zo lekker vind ik het. Even lekker wat drinken bij me. Oh, ook nog een kokosmacroon. Wat een verwennerij. Let's go. Hoppakee. En de nieuwe afspraak die we nu, waar we nu heen gaan is voor de nieuwe woning. Dat is echt niet normaal. We hebben zo ongelooflijk veel afspraken op een dag voor de nieuwe woning. Het is echt absurd. Er komt echt veel meer bij kijken dan ik had gedacht. Maar het is wel fucking leuk om ermee bezig te zijn. En ja, ik moet het hek verplaatsen, anders kan ik niet weg. Ik hoop dat Marjan eigenlijk alles goed gaat keuren van wat ik heb besproken met Leroy. Ik denk het eerlijk gezegd wel, want Marjan en ik zitten tot nu toe echt enorm op één lijn betreft de woning. Ja, we hebben nog geen één keer eigenlijk echt een discussie gehad of een momentje dat we dachten van ja, maar nu zijn we het gewoon niet met elkaar eens. Dus dat is wel heel chill. Zo, hoppakee. Hele kofferbak zit vol. Yes, ik kan het eindelijk terug doen voor Milan en Elisabeth. Hoi hoi, dat was de postbezorger. Wat een timing, echt perfect. Al sinds dat we hier wonen worden Milan en Elisabeth een beetje belaagd met al onze pakketjes. Omdat ja, wij hebben een hek met een slot, dus we hebben nog geen deurbel. Hij is wel besteld, maar die hebben we nog niet. En nu heb ik dus twee pakketjes aangenomen voor Milan en Elisabeth. Yeah, dus nu kan ik eindelijk een foto terugsturen van ik heb een pakketje voor jullie in plaats van andersom. En er zit een heel groot pakketje voor Marjan bij. En er zit een groot pakketje bij voor mij en Milan, wat te maken heeft met de snor. Oh, dus het kan zijn dat we vandaag al naar de film gaan en dat we deze snor daarvoor nodig hebben en dat we vanavond dus hem eraf kunnen halen. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar dan gaan we even kijken. Goed, het is 28 minuten rijden. Nou, heb ik genoeg tijd om kekkertjes op te eten en een lekker muziekje te luisteren. Hebben jullie nog goede... Dat doe ik de laatste tijd als ik niet uit mijn woorden kom. Hebben jullie nog goede muziektips? Dat wou ik vragen. Laat het even weten in de reacties. Wat? Waar kom ik terecht? Ik ben in Teletubbyland. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Honderden schapen daar boven op de heuvel, moet ik zeggen, in Nederland. Marjan is ook gearriveerd. Waar heb je doorheen gereden? heb je door een bosje gereden? Zo. Hallo. Kijk dit dan. Echt het perfecte blaadje. Zat gewoon op de voorkant. Ik denk dat hij er vanaf thuis al op heeft gezeten. Nou, waarom? Ik dacht, misschien wil je die hebben. Heb je die meegenomen? Nee, dankjewel. Hoe was Fischio? Oh, jij bent ook in je jogging outfit. Ik ben niet echt goed gekleed hiervoor misschien. Hoe was de Fischio? Jij bent gemist, hè? Ja, ik heb jou gemist. Een paar uurtjes. Ik dacht, wat moet ik nou met mijn leven? Nee, de Fischio was top. Ik was alleen maar in de verkeerde locatie. Dus ik heb niet heel lang getraind. Ik moest nog weer rijden, 10 minuten. Maar balen. Maar hey, yo, what's up, man? We zijn hier in Broekhoutenwijk. Yes, another appointment for the new
home. De nieuwe cribba. Yes. Nice. Oké, okay, cool. Nou, the laten garden. We naar binnen gaan. Let's go. We zitten even te kijken hier, maar check wat ze gewoon hebben. Huh? Ze hebben gewoon een kriltang. Gast, helemaal. What? Wat lijp. Hebben ze gewoon in de buitenkeuken hebben ze een kriltang. Oh, yo. Hiermee kan je ook zo je haren knippen. Dan moet je zo je haren en dan ga je zo. Dit is wel echt lijp. Ja, dit is een buitenkeuken, dames en heren. Een buitenkeukenblok. Kijk dan, je hebt zelfs een koelkastje. What? Ja, heel vet. Zo, die gaat automatisch goed dicht. Ja, mooi. Ja, vet. En deze hebben we dus gewoon gekregen, hè? Zo'n green egg van de ouders van Myron. Als kerstcadeau. Ja, veel te lief, veel te gek ook. Maar echt super mooi. Ja, dit is wel echt clean. Dit is echt clean, hè? Nou, hier gaan we even voor kijken, zo'n buitenkeuken. Ik zal jullie nu eventjes een voorbeeld geven nu we binnen zijn. Dit is een keuken. Dit is wel een keuken waar je meteen u tegen zegt. Dat je denkt van, wauw, jeetje. Maar dit is een hele grote. Dat is niet wat we hebben samengesteld. Maar het is wel mogelijk. Het is wel heel erg tof zo met die krukjes. Maar dit, geloof het of niet, is gewoon een buitenkeuken. Dat is echt bizar. Met dus hier zo'n green egg. Die dus ook beneden staat. Deze is wel een... Sorry, dat was een beetje lomp. Deze is dan wel heel groot. Maar het is mogelijk. Maar mijn voorkeur gaat nog steeds naar die van beneden. Ja, maar dan wel met een lichtblad, zoals het hier. Ja, klopt. Het lichtblad is echt super mooi. En de rest, de zijkant hoeft dan ook niet doorgetrokken te worden. Dat kan ook gewoon zwart. En net zoals hier met zwart. Ja, dat is super mooi hoor. Het is wel echt heel erg dik. Dit hoeft dan ook niet zo'n plaat. Maar hier, dit is gewoon even een voorbeeld van wat er allemaal wat niet mogelijk is. Maar het is wel heel tof. We hebben nu wel iets samengesteld dat we allebei zoiets hebben van wauw. Ja. Dit is wel echt kicken. Maar dat krijgen jullie later te zien, want op zo'n buitenkeuken zit een levertijd. Dus er gaan even wat weken overheen. Maar met het mooie weer kunnen wij daar sowieso nog van genieten. Dus dat is wel heel nice. Het is nu tijd voor even de kokosmacroon met eetpapier. Ja, dat kan je gewoon opeten, geen probleem. Heerlijk. Ik vond het altijd zo gek, dat eetpapier. Maar het is echt lekker. Het zijn sowieso echt goede koeken, die kokosmacroon. Ik heb pakketjes voor jou. Echt? Ja. Nice, hè? Hi. Ja. Boom. Check de pakketjes. Wat heb jij besteld wat zo groot is? Deze is sowieso van mij en Milan. Hier zit ons pak in. Ja, ik denk dat daar die stofzuiger in zit die jij besteld hebt. Oh, nice. Echt? Denk je niet? Geen idee. Staat jouw naam op, hè? Oh, dat is het badkussen, denk ik. Maar je hebt mijn naam erop gezet. Oh, denk ik. Of niet? Huh? Ik ben even helemaal de weg kwijt. Oh, dat heeft iemand gemaakt. Ik dacht, het eerste waar ik aan dacht is, dat is het haar van Elsa. Ja. Een kleed. Is dat een kleed? Ja, een kleedje gewoon voor op dit bed of zo, denk ik. What? Is dat van echt haar? Ik ruik wel fris. Ja, nou, wat lief. Mooi, joh, heeft iemand het al gemaakt. Wow, we hebben gewoon opgestuurd gekregen. Wat? Ik heb het niet besteld in ieder geval. Ja, jouw naam staat erop. Ja. Kijk dan. Ja, die kunnen we wel ergens neerleggen. Dat is wel leuk. Ik weet waar ik die neer. Oh, dit is echt nice. Very nice. Oké. Okay. Nou, top. Ik ga die brief nog eens even goed lezen. Ja, ik ook. Heel lief. Dankjewel. Ja, maar in ieder geval heel erg bedankt. Wow, ja. Dit is echt een fijn spul, joh. Alsjeblieft. Bye. Zijn jullie er klaar voor, dames en heren? Dit pakketje hier. De snor. Yep. Oké, dames en heren. Daar gaat hij. De eerste reactie krijgen jullie te zien op mijn outfit. Oh my fucking god, bro. Ik ben gisteren naar die film geweest. Ja? Ik zweer het. Hoe was die? Bro, ik zweer 1 op 10? Ja? 12. Ja? Serieus, vet film die ik ooit in mijn leven Dus dit is wel hard als ik zo ga? Ik zal nog te twijfelen, ik heb een radio pak. Wauw. Bro, die film is echt gek. Jij hebt gewoon de bril die ik zo graag wil, volgens mij. Ja, ik heb hem laatst even gehaald. Mooi. Keihard. Zo mooi. Bro, dit is... Ja, vet oudje. Ga je er nog naartoe? Ja, samen met Milan. Ik heb voor hem Luigi pak. Zo vet, ja. Ja. Die film is echt puurste nostalgie die er is. Ja. Alles komt erin voor wat je kan beseffen. Dat dacht ik al. Echt. Kijk, daar is een Luigi pak van Milan. Ja. Ja, deze is voor Milan. Luigi. Wat is je snorretje dan? Ja, die heb je eigenlijk. Ja, die heb ik eigenlijk.
eigenlijk al. Maar er zit dus een snor bij, dames en heren. Ik kan hem even opdoen, kijken hoe dat eruit ziet. Maar op zich, ja, deze snor, daar deden we het onder. Nee, ik zou hem er niet uithalen, want je moet hem plakken. Dat zou ik morgen doen, want dan... Ja, maar ik kan hem wel even ervoor houden. Ja, dat is waar. Zo, die handschoenen zijn glad. Ik weet niet hoe Mario altijd geen goede grip heeft. Op zijn stiertje. Bij. Ja, echt hè. Ja, deze dan zo. It's me. Ja. Ja, is dat perfect? Ja, het is perfect. Beter dan mijn eigen snor? Ja, ja, sowieso. Ja, of we moeten die eigen snor met mascara doen en dan zwart maken. Ja, daarna gaan we toch scheren. Ik zou het doen, man. Ja, deze pakken we al twee keer, joh. Oh, it's you, man. Ja? It's you, Mario. It's me, Mario. Mario. Oeh. Wow. Wait, yo, die was goed. Was you? What the fuck? Woehoe. Woehoe. Mario! Had je ook een pak aan gisteren? Ja, ik had Mario, dat was dik weet al. Oh, joh, joh, ja. Mario! Yo! Die handjes. Beste jongen, hoor. Zo, man. Cool, hoor. Ja, dan ga je ook zo de podcast opnemen. Het is niet Mario! Yo! Nu gaat hij de hele dag dit doen. Yo! Even een nieuwe tip. Yep. Yo! Doek. Doedoedoedoedoedoe. Mario, wat doet hij nu? Hij voelt het. Hij zat net helemaal tegen mij te zeggen, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n mooi pak. En nu? Beste pak ooit. Ja. Eerlijk staat je goed, man. Doe die pet straks voor, dat is misschien toch iets meer jij. Nee. Ja, man. Kom, zullen we samen naar Milan gaan? Let's get it, man. Oké, okay, Milan. Hé, hey, dat is ook de M van Milan eigenlijk. Oh. Wissen. Yo! Yo! Yo, kom maar. Kom maar. Je hebt een mijn binnen. Yo! Jouw outfit, bro. Oké, doe maar eens na. Wat leuk! Yo! Yo! Nice. Mag Mario ook een hapje? Ja. Leuk is. Mooi! Hey, goed, hè? Zat dit erbij? Ja. Wat? Oh! Wat? Nee. Trek hem niet af. Oh mijn god, dit wordt echt pijnlijk. Wat dan? Trek het hem af. Oh ja. Nee, we zijn helemaal een zij. Ah! Oh, gast. Hij zat hier goed vast. Ja, joh. Ik ben een stukje vel kwijt. Ik weet niet. Ja, zit hier op. Kijk maar. Lijf, hè? Draai eens om, doe iets anders op. Maar cool, heel leuk. Wanneer gaan we? Dit is een beetje jouw snor. Als je hem laat groeien. Jahoe! Maar je hebt zelf een snor, dat doet hij niet op. Nee, ik denk dat ik mijn snor gewoon ga scheren hoor. Ik kan deze gewoon opdoen dan. Dat is vetter dan wat ik nu heb, toch? Maar wanneer gaan we? Wil je antwoord geven? Ja, weet niet. Morgen? Moet wel. Kan niet. Nee? Ik mag even opnames. Ja, hij zit er al op. Nou, ik moet me toch scheren, dus... Goeie hoor. Oh. Nee, we kunnen morgen wel gaan hoor. Morgen hebben we opnames. Wat een bal. Echt? Kan toch? Morgen hebben we om 1 uur opnames. Ja, dan verplaatsen we dat toch. We gaan naar de bios. Waarheen? Naar Mario. Vanavond kunnen we. Morgenavond kunnen we. Nee, vanavond hebben we een podcast. Morgenavond. Luister naar wat ik zeg. Nee, dan ga je ons brengen om de motor op te halen. Dan kunnen we na de opnames. Want we hebben om 1 uur opnames. Ja, dat kan. Ja? Let's go, spreken we dat af. Oké. Okay. Leuk dat hoor, dat hoor. Een lekker buikje. Ja, goed hè, die heb jij ook, denk ik. Ja, die hoef ik niet eens op. Ja, het komt waarschijnlijk dus morgen, dames en heren. Nou, leuk, zin in, wauw. Yahoo! Echt cool. Ik denk dat het pak te klein is. Nee. Ja, je hebt een M voor mij gehad, bro. Je weet niet wat hier zit, hè, allemaal. Express. Je weet niet wat ik allemaal meedraag. Maar ik heb echt wel een L nodig, hoor. Komt goed, bro. Nou, willen jullie Milan in het pak zien? Durf een duimpje, man. Bro, dit wordt zo'n mooi moment. Dit wordt echt een mooi moment. Dit wordt echt een mooi moment. Dit wordt de eerste keer dat je hier gaat werken bij ja, mij, bro. Man. Als je hier je schoenen uitdoet en gewoon weer hier laat, dan... De eerste werksessie. Ja. Fijn, hè? Welke ga je kiezen? Ja, waar ga je zitten? Waar wil je zitten? Ik denk hier, want dan kan ik naar de posto kijken. Dit is ook wel het beste eigenlijk qua licht hier. Ja, dat denk ik ook wel. Want het lichtinval komt eigenlijk altijd een beetje het sterkst van die kant. Dus dan heb je hier zo... Zo ver, 3 beelden naar toe te kijken. Ja. Ja, gruwelijk, zo.
Ja, ik heb goed nieuws, want binnenkort wordt Tom en Jerry officieel. De andere is ook onderweg. Oh ja, let's go. Ja, die mist wel, ja. Ja, ja, die andere is ook onderweg, dus dat is echt nice. Dus ja, hier kan je echt inderdaad lekker zitten of staan, hè, wat je wil. Je hoeft alleen maar hier even op te drukken. Oh, hij loopt ergens vast. Goed. Dit kleine engel. Waar loopt hij niet helemaal goed? Dan komt hij opnieuw, 1, 2. Kijk, gefixt. Dat doet hij even. Hoppakee. Ik ga hem staan beginnen. Heb ik dat ooit gedaan? Dat weet ik niet eens. Met mijn laptopje. Hey, Enzo! Ja, echt lijp, hè? Vet, jongen. Zo vet. Ja, ik kan het gewoon aan de kant schuiven. Kan je laptop neerzetten. En dan ga ik hier zo mijn werk verder oppakken. En dan gaan we even lekker aan het werk, bro. Zo'n vet moment. Heerlijk, dit is echt vet, hè? Ja, dit is echt nice. Ik weet nog wel die tijden dat jij bij hetzelfde bureau zat bij mij thuis voor stage. Ja, ik weet het ook nog, ja. Ja. Helemaal krap bij elkaar en nu iedereen in eigen hoekje. Echt heel erg nice. Ik hier mijn schermen, Thijs dan daar. The dream! Let's go back, man! Wat we nu eventjes gaan doen is echt superleuk, althans dat denk ik. Ik ben er heel erg enthousiast voor. Thijs, die werkt echt al jarenlang voor mij. Echt al heel erg lang. We kennen elkaar al heel lang. Al langer dan dat hij voor me werkt. Maar hij is nog steeds best in zijn vak, vind ik. En daar geef ik hem vaak complimenten voor. Maar ik ga nu hem wel een beetje onder druk zetten door een thumbnail te laten maken voor mijn gamekanaal Enzo Knol 2. Het is een video die we samen hebben opgenomen. Daarom denk ik ook dat het extra leuk is dat hij deze gaat maken. Want eerder in het verleden maakte Thijs ook altijd mijn gamevideo's, maar dat doet hij nu al een tijd niet meer. Hij maakt alleen de vlog thumbnails. Komt omdat Thijs ook gewoon een gekke drukke man is geworden. Maar de vlog thumbnails doe je nog altijd en daar ben ik echt mega blij mee. Die zien er clean uit. Hij heeft alles klaarstaan. Ik heb hier een camera op hem gezet. Daar gaan we een timelapse van maken. Ik geef Thijs 10 minuten de tijd om deze thumbnail te maken voor Enzo Knol 2. Okay. Het is dus een foto. We hebben in totaal, ik heb jou 5 foto's gestuurd. En daar gaan we even 1 goede foto van kiezen. En we pakken een foto van Google van Flight Simulator. Yes, sir. Dus uiteindelijk met 2 foto's gaat hij een thumbnail maken. En ja, alles wat hij daarbij pakt van Google of waar dan ook, dat mag je zelf bepalen. Maar dat is de challenge die ik hem ga geven. En dan gaan jullie een beetje erachter komen in 10 minuten tijd. Ja, voor jullie sneller, maar in 10 minuten tijd wat Thijs kan maken. In de tussentijd zal ik straks wel eventjes vertellen wat ik hier ga doen. Want dit is een beetje achter de schermen wat ik nu ga doen, wat ik normaal gesproken niet vertel of laat zien. Maar ik kan jullie wel wat dieper daarin meenemen. Maar welke foto's hebben we? We hebben 5 foto's geselecteerd. Foto's gestuurd. Ja. Dan moeten we even keuze uitmaken. Ja, wat ik zeg maar altijd doe bij een thumbnail. Ik zoek dan foto's. En hier zijn een paar foto's van mij en Thijs dat wij reactie geven. Dat is altijd goed voor de thumbnail. Dus we hebben een paar reacties. Eentje waarin ik keihard lach. Eentje waarin jij keihard lacht. Of ik minder, jij meer. Of dat ik naar jou kijk en lach. Dus we hebben verschillende foto's. Deze is wel mooi, hoor. Ja, die is geniaal. Die vond ik zelf ook goed. Ja. Maar ik vond die ook wel grappig. Klopt, ja. Want dus je ziet wel dat je hier meer stuk gaat en hier reageren. Dus hier gebeurt ook. Als ik dit zo zie, weet je wat ik dan eigenlijk aan jou wil vragen? Dat jij deze pakt van mij en die pakt van jou. Okay, want ik vind die beter voor jouw reactie dan die. Eens. Dus Thijs die gaat 2 foto's gebruiken. En dan uiteindelijk die Flight Simulator. Dus dat zijn er 3. En die heeft hij aangeleverd en voor de rest, dit zijn ze. Je maakt het me moeilijk, hè? 10 minuten. Laten we die en die pakken. Ja. Dus nu nog alleen even een Flight Simulator'tje. Dat is het spel dus die we hebben gespeeld, Flight Simulator. Was echt deze video is zo leuk geworden. Zoiets kan ook wel vet zijn, deze. Ja, dat is alsof ze een super grote. Ja, de titel is: wij worden piloot in 24 uur. Of nee, in 1 uur. Ja, in 1 uur. Wij worden piloot in 1 uur. Ik denk dat we wel kunnen laten weg. Nou goed, ja, dan als jij zover bent, dan gaat de tijd in, bro. Ik ga even alles klaarzetten. Ik ga nog niet beginnen. En als jij mij het signaal geeft, dan gaan we los. Oké, dat is helemaal goed. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik zal jullie wel even vertellen wat ik ga doen. Ik had gisteren ook al verteld aan jullie in de vlog dat mijn accountant was langsgekomen. En nu is administratie super belangrijk in een bedrijf. Dat je op tijd je belasting betaalt, je aangiftes doet. De hele administratie zooi bij elkaar. De ene vindt het zooi, de ander vindt het mooi. Mijn accountant vindt het prachtig, weet ik niet. Maar die vindt het wel heel leuk om ermee bezig te zijn. Met cijfers, dingen uitzoeken. Dus goed, ik heb een A4'tje van hem gekregen. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want ik kan jullie vertellen dat het soms veel meer is dan dit. Hoe ik zeg maar te werk ga. Als ik iets zakelijks koop. Dan koop ik dat met mijn zakelijke pas. Dat klinkt helemaal cool en zo. Maar het stelt niks voor. Het is gewoon een pasje op een zakelijke bankrekening. En dat bonnetje, omdat het zakelijk is aangekocht. Moet ik dat bonnetje inscannen of geven aan mijn accountant. Nou, vroeger gaf ik die bonnetje altijd. Die
bewaarde ik. Dat werd natuurlijk één puinhoop, want ik had de bonnetjes over heel het huis verspreid en ik wist niet waar alles lag. Dus nu heb ik een app en op die app kan ik gewoon een foto maken en dan komt die foto in die app. Mijn account zit ook in die app en ik kan dan gewoon alle bonnetjes pakken. Maar soms dan bestel ik nog wel eens in haast iets op internet of betaal ik iets ergens en dan vergeet ik de factuur te sturen, het bonnetje. Dus nu heb ik een A4'tje gekregen en dit zijn allemaal bedragen die ik heb uitgegeven en daar heeft hij geen bonnetje van. En dat moet wel, want hij heeft dat bonnetje nodig voor de administratie. Dus ik zie hier bijvoorbeeld een paar facturen staan van mijn editors. Ik zie hier een uitbetaling staan van Epic Games, van Fortnite. Ik heb namelijk een eigen creator code, Knolpower. Als je die code invoert en je koopt wat in Fortnite, krijg je daar een percentage van. Dus daar heb ik nog een bedrag van wat ik heb ontvangen, maar waar hij geen factuur van heeft. Dus die moet ik even uit mijn account halen van Fortnite. Wat zie ik hier nog meer staan? Een paar bestellingen van Amazon. Bestelling voor mijn microfoon. Ik zie hier nog een etentje staan van Loetje. Ik zie hier een factuur staan van de betaling gedeeltelijk voor knolpouw.nl, voor de webshop. Maar dit valt mee. Dit zijn er in totaal 21. Dus ik moet 21 bonnetjes moet ik gaan opgraven. En moet ik toesturen naar mijn accountant en dan kan hij de administratie op orde maken. Maar dat valt mee hoor. Ik heb in het verleden heb ik wel eens 8 van die A4'tjes gehad en toen dacht ik echt, oh my god, ik ben zo slecht in bonnetjes bewaren. Dit moeten we echt anders gaan doen. Dus daar hebben we wel een betere oplossing voor. Dus 1 A4'tje valt op zich mee. Ik hoop dat ik dat in 10 minuten afkrijg, net als Thijs, maar dat gaat me nooit lukken. Nee, dat weet ik nu al, want ik moet in allemaal accounts inloggen en gaan graven, zoals ik al zeg. Maar dit zijn dus ook van die dingetjes die eigenlijk helemaal niet interessant zijn voor de vlog. Want ja, ga ik een camera neerzetten en dan een half uur lang bonnetjes zoeken, boeien. En ik snap dat jullie alleen maar gekke dingen willen zien en humor, noem alles maar op. Maar ja, dit hoort ook nou eenmaal bij het vloggen, dit hoort ook bij een bedrijf hebben. Factuurtjes, bonnetjes. Dus ik ga eigenlijk even heel saai dat even opzoeken. Maar dan heb ik wel de administratie op orde. Dat is belangrijk. Goed, ik ben benieuwd. 10 minuten heb ik hier al klaarstaan. Ik heb nog goed de timer aangezet. Maar volgens mij gaat het wel gebeuren. Ik moet ook beginnen. Ik heb alles klaargezet in Photoshop. Ja. Deze foto is geen super goede kwaliteit. Maar ik ga hem proberen nog even iets op te schalen. Laten we zien. 10 minuten. Normaal doe ik het niet in 10 minuten. Maar ik vind het heel leuk. Oké, ik ga de timelapse in ieder geval aanzetten nu. Boom. En dan, bro, ik wens jou veel succes. Jouw 10 minuten die gaan in 3, 2, 1, go. Let's get it. Boom. 10 minuten zijn ingegaan. Spannend. Wat is het eerste wat je doet eigenlijk altijd? Foto scherper maken. Foto scherper maken. Ik heb snel AI gegooid. Oké, ik zal even zo filmen, want anders zien ze alle tools die je gebruikt. Sorry, man. Let's get it, spannend. Alles uitknippen nu als eerste. Dan moeten we alles mooi gaan plaatsen. Kleurtjes, effectjes, logootje. Maar hey, die druk voel ik en dat is goed. Je bent al 30 seconden bezig, hè? Ja, daarom. Ik ben nog niet eens begonnen. We zijn van start. Oké. Zo mooi om jou bezig te zien. Ik zie Thijs namelijk nooit thumbnails maken eigenlijk. Omdat ja, hij doet het gewoon vanuit huis. En ik stuur hem alles toe via Discord. De titel, thumbnail en dan ja, maakt Thijs er wat seks van. Nou, eigenlijk 9 van de 10 keer zeg ik ja bro, keihard. Ja, dat is fijn man. Ja. Yeah, real one. Ja. Je hebt wel eens mensen die zijn niet snel tevreden en dan duurt het heel lang. Maar ik vind het eigenlijk bijna altijd al meteen goed. Nou, geniet van de timelapse. Thijs die gaat even lekker aan het werk. En ik ga bonnetjes opzoeken. Negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Stop bro! Oei, oei, ik ben zo benieuwd. Ben je blij of niet? Eerlijk, je zou hem kunnen gebruiken, hij is wel gewoon goed. Ja. Maar als ik het zelf zou zeggen, zou ik er nog wel 10 minuten bij plakken. Maar je mag hem zien. Maar ik kan hem wel gebruiken. Ik kan hem wel gebruiken, maar ik wil hem het liefst nog wel even een beetje aanpassen. Ja? Kwaliteit boven alles, hè. Oké, ik ben echt benieuwd, bro. Ik ben zo... 10 minuten, even beset. Ja, 10 minuten. En het ding proberen.
Ja, maar dat is het ook. Het is niet dat zeg maar alles wat je in een thumbnail doet, dat het in één keer goed gaat. Nee, want ik zeg je eerlijk, ik was met die thumbnail bezig. Ik dacht, ik had eigenlijk deze foto niet meer te pakken. Echt? Ja, die van het vliegtuig dan. Ja. Maar we gaan hem zien. Ja, ben je klaar? Ja, ja, is goed. Ik ben benieuwd. We gaan het zien in 3, 2, 1. Ja, eerlijk? Ja, ik vind hem keihard. Ik ga ook wel wat dingetjes aanpassen, maar hoor je overal die zien. Bro. Ja, toch? Ja, ik vind het sick hoor. Ja, toch? Kijk, hier wat kleine dingetjes, dit moet nog mooi maken. Maar wat bedoel je? Ja, hier zie je allemaal vlekjes bijvoorbeeld. Linksonder. Daar wil ik helemaal zwart en met dit wil ik helemaal zwart en met jouw kleurtje een beetje aanpassen. Ja, ik vind het wel goed. Hij is voor alle. Ja. In 10 minuten is het wel gewoon. Het is, je zou hem sowieso kunnen gebruiken en hij doet zijn ding. Ja, zeker. Maar we willen hem toch iets perfecter hebben. En waarom heb je gekozen om die flight simulator in lichtblauw te hebben, net als die wolken? Dat was dus het ding. Ik had hem eerst, had ik hem zo. Oh ja. Toen dacht ik even wat dingen proberen en toen was ik ineens met ons bezig. Ik dacht shit, tijd bijna om. Ik denk laat het nog staan. Ja. Maar dat is dan iets waar ik dan ook zou checken van wat is beter, want het blendt heel erg in zo. Weet je wat we kunnen doen als jij dat oké vindt? Ik zet gewoon de timer aan vanaf 0 en dan besteed er gewoon nog zoveel tijd aan als je zelf wil. Yeah. En dan gaan we dus uiteindelijk kijken hoeveel je echt bent kwijtgeraakt aan deze thumbnail. En ja, wat je dus hebt gemaakt in 10 minuten. Dat is goed. De stopwatch gaat aan in 3, 2, 1, boom. Nou, als Thijs zegt stop, dan stop ik de timer en dan gaan we kijken wat hij dan heeft gemaakt. Let's go. A few moments later. Zo, dames en heren, hoe lang denk je dat je bezig bent geweest? Ik denk dat ik bovenop de tijd nog een kwartier mee bezig ben. Nee, 20,5 minuut. Ik wou 20 zeggen. Dus laten we zeggen een half uur. Oké, vind ik fair, man. Oké. Okay. Dus ja, we gaan nu het verschil zien tussen een 10 minuten thumbnail en een 30 minuten thumbnail. Ja. Oké. Ja, hij is wel echt een stuk beter, man. Ja, maar ik heb echt zoiets van, wat kan je nou beter maken van wat je al hebt gedaan? Ben je klaar? Ja, dat is echt mijn vraag. Ik zou echt niet weten wat je kan verbeteren aan die thumbnail. Maar... nou, laten we zien. Die afstandsbediening erbij. Ja, ik denk toch iets meer context. Vliegtuigjes op het duidelijke. Je hebt mijn shirt aangepast. Jouw shirt heb ik oranje gemaakt. Weet je waarom? Nou? Oranje en blauw, dat zijn tegenovergestelde kleuren. Dus dan popt dat extra. Oké, goeie. Okay. Ik zie dat de flight simulator rood is. Ja, je hebt de andere vliegtuig gebruikt. Ja, toch wel, ja. En je hebt de afstandsbediening geplaatst. Klopt. Je hebt, dat vind ik echt heel vet. Je hebt in onze brillen heb je wolken gemaakt. Ja. In plaats van de reflectie van dat je de studio ziet. Klopt. Ja, sowieso. Je hebt de tanden wat witter, meer glow op het gezicht. Ja, dat ziet er allemaal strakker uit nog. Ja, hij is gewoon veel duidelijker zo. Met zo'n lijntje om de helm van mij en jou. Ja, om toch iets meer te laten poppen. Dat je gewoon meer scheiding ziet tussen achtergrond en onszelf. Ik zat nog te twijfelen van ga ik een kapot vliegtuig doen? Want in de video ging hij wel veel kapot. Ja, dat klopt. Hij ging wel veel kapot. Maar daar moest je de video voor kijken. Ja, klopt. Oké, keihard. Dankjewel, hoor. Hey, dat is je thumbnail, man. Yeah. Iedereen kijken, als je deze thumbnail ziet, klikken. Ja, check het eventjes, de video. Poeh, moet ik even op de planning kijken. Staat hij nu al online? Oh my god, volgens mij staat hij precies vandaag om 5 uur online. Dus dat betekent over een uurtje. Wauw, dat is perfect. What? Alsof we het zo bedacht hebben. Hij staat vandaag om 5 uur online op mijn Enzo Knol 2 kanaal. Dus ik doe er alvast een linkje naartoe. Als je hem voor 5 uur kijkt, werkt het linkje nog niet. Maar na 5 uur wel. Dus ga checken. Keihard de thumbnail. Shoutout naar Thijs, my boy. De thumbnail maker. Keihard bro, dankjewel. Graag gedaan voor de man. Got you. Yeah. Echt gruwelijk. Echt heel nice. En ik ben klaar met de bonnetjes. Dus deze kan weg. Oeh, gaan we dit nou speciaal eten omdat Thijs er is? Ja, zeker. Dit is echt het lievelingseten van Thijs. Dit is echt lekker. Oh. Dit is kip in the hood, man. Kip. Oh, man. Hij is echt mooi gelukt ook, hè. Hij ziet er zo fijn uit, inderdaad. Met een appelflap. En dat was avondeten, besef. Ja, super nice. De projectbegeleider, die is zojuist net weggegaan. Maar ik heb in 30, 40 minuten heb ik met hem even een rondje gelopen. Om het huis, in de studio, in de garage, beneden, hier het hele huis. We zijn alles langs gelopen. En ja, we proberen natuurlijk om uiteindelijk alles af te vinken van wat nog gedaan moet worden. En er kwam best wel een lang lijstje uit. Maar dat is alleen maar goed, want een beetje gas geven. Alles moet gewoon af. Dus ja, net zoals bijvoorbeeld de voordeur. Er komt nog een nieuwe voordeur. Maar daar hebben we even wat voorbeelden van nodig.
Ja, en zo zijn we eigenlijk het hele huis doorgelopen. En hebben we gewoon heel veel dingen al kunnen afvinken. Of heel veel dingen kunnen noteren die nog gefixt moeten worden. Dus dan weten jullie dat ook. Dat, ja, nogmaals, we zijn zo druk bezig met van alles en nog wat. En soms dan laat ik een net zoals nu, die afspraak ga ik dan niet filmen. Maar ja, dat zijn wel dingen waar je echt gewoon wel veel tijd aan kwijt bent uiteindelijk. En veel heen en weer gebel, ge-app en dingen regelen. Dus ja, daar hou ik jullie wel gewoon van op de hoogte. In de tussentijd dat ik mijn afspraak had, is Sam binnengekomen. Hallo jongen. Hallo, hallo. Sam die is bezig met het opbouwen van de podcast die we straks gaan opnemen. Yes. Dus dat gaan we vanavond doen, de Bennies. Dus daar is Sam voor bezig. Die is de camera's aan het klaarzetten. En daarom is Thijs er ook al eerder. Niet alleen om even te chillen en te werken, maar ook voor de podcast. Dus straks komt Mandy en Noël komen nog. En voor de kip in de hoed. En voor de kip in de hoed. Lekker, kijk. Maar lekker, chip. Lekker. Dit wordt echt nice. We gaan heerlijk eten. En dan hebben we straks genoeg energie voor de podcast. Ja. Hoi. Hoi. Hey, maat. Hoe is het? Hey, yo, maat. Lekker, maat. Nice. Hey, goeie. Lekker, man. Goed je te zien, bro. Ja, goed. Gezellig, man. Nice. Vind je van mijn snor? Ja, sexy. Ik vind het leuk. Mooi bij je pad. Mooi bij mijn pet. Ja, draai maar om. Ja, die pet staat jou ook, hoor. Dat weet ik zeker. Thanks. Ja, bro. Ja, zeker. Ja, thuis? Ja. Maar ik ben sowieso wel een beetje jaloers op jouw haar. Je hebt echt mooi haar. Nee, bro. Ja, serieus. Je hebt een mooie snor, daar ben ik jaloers op. Nee. Zo vaak doorgestuurd gekregen. Ja, een foto van een geit. Zet live. Nee, dit is eigenlijk zo. Sorry, man. Ik kijk wel eens in de spiegel en dat je denkt van, ja man, the goat. I'm the goat. Een beetje zelfvertrouwen boosten. Hey, thanks. Ja, geen probleem, bro. Zin in? Podcast? Ja, ja, zeker. Jij ook? Ja. Nice. We super lang filmen tot... Ja, soms film ik gewoon door totdat het gewoon... Het zit ook niet, hè? Zo. Niet meer leuk is. Bro, ik heb Thijs al genoeg in de vlog. Ja, dat is wel. Doe ze. Gooi hem terug dan. Jezelf. Ja. Schatje. Ja. Je hebt jezelf weer overtroffen. Yahoo! Oh, nee. Ja, is weer terug. Wat was dit fijn? Yahoo! 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 Zo, hij is wel echt goed, zeg. Yahoo! Yahoo! Oké, ik ga mijn camera even inleveren, want we gebruiken mijn vlogcamera ook als camera voor de podcast. Maar het ziet goed uit hier al. Heel nice. Yahoo! Hij stoot zijn hoofd even. Wat was dat voor lach? Oké. Okay. Nou, we hebben de microfoons hebben we weer klaar, headsets klaar. Dus ja, bijna ready voor opname. Hier moet nog één camera aan, dat is mijn vlogcamera. Nice. Dus ja, ik gooi hem even weg en dan pak ik even mijn telefoon. Wow, dit was echt zo ongelooflijk nice. Wij hebben echt een hele fijne podcast aflevering opgenomen. Die kan je checken via het linkje in de beschrijving. Is echt een hele leuke geworden, echt een banger. We hebben eigenlijk alle drie wel geheld van het lachen. Het was echt hilarisch, mooie dingen verteld, leuke verhalen van vroeger ook weer. Wat vooral besproken wordt in de podcast zijn momenten die we nog nooit eerder hebben gedeeld. En het is wel echt een beetje een exclusief iets wat je te horen krijgt van Noël, van bijvoorbeeld zijn angsten of waar hij mee heeft geworsteld vroeger. Thijs zijn verleden of hoe hij op school was of wat voor katkwaad hij heeft uitgehaald. En ik vertel af en toe ook wat dingetjes achter de schermen van de vlog of mijn bedrijf of hoe dat in elkaar steekt. Dus het zijn wel echt dingetjes die je niet zeg maar voorbij ziet komen of hoort komen in de vlog. Dus dan weten jullie een beetje waar dat af en toe heen gaat. Maar het is echt geniaal. Ik vind het ook echt super leuk. Dus ik heb daar altijd heel erg veel zin in. Dus we hebben een super goede podcastopname gehad. En we hebben nu gewoon 1,5 uur. We zijn eigenlijk een beetje met z'n allen verbaasd. We hebben hier voor het eerst gezeten in deze ruimte. Echt super nice. We zijn eigenlijk met z'n allen een beetje verbaasd dat we hier al 1,5 uur zitten te brainstormen over de Bennies. En wat we nu verder gaan doen. En ja, we zaten ook even te kletsen over de Bennies. Iets van een vet item voor de Bennies. Of een hoodie of een t-shirt. Dus we hebben echt leuk lopen brainstormen. Wat leuke TikTok ideetjes bedacht. We hebben namelijk ook TikTok. We hebben één, nou ik kan wel zeggen, zieke viral te pakken. Ja, 100%. Die is echt nice. 100% zonder twijfel, jongens. Houd het in de gaten. Ja, nee, die is wel echt super goed. Dus die is echt nice. Dit zijn de views en de reacties en alles echt lijp. Dus ja, hou dat in de gaten. De socials staan in de beschrijving. Oké, dames en heren. Ondertussen is iedereen naar huis. En we gaan lekker slapen. Myron is ook moe. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Check jullie heel graag morgen allemaal weer. Om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.